Dag Jonas, wat ga je vandaag voor ons maken? Wel, Griet, wij gaan vandaag een verjaardagstaart maken. Want ik dacht, er is een verjaardag te vieren blijkbaar. En wat is het verjaardagsrecept bij uitstek? De klassieke verjaardagstaart. Ja, dus zeg, we gaan... Jonas, maar er is een 50ste verjaardag te vieren en we doen dat met een taart die 0,7% zo groot is als een normale taart. Je had dat ook op voorhand kunnen zeggen, ja. dan had ik niet heel mijn recept opnieuw moeten berekenen. Toch, ja. Dat had gebriefd kunnen worden. 0,7% van eerst maal 0 is 0. Wat doe ik verkeerd? Ik zal dat eerst maal 10 doen, dat rekent makkelijk. 220 gram boter maal... Nee, wacht. De vierkantswortel. 2... 200 is 4, hoe we afgeleiden? 1,1 maal gram. Maal, dat is 40 kilo. Ziezo, de berekeningen gingen vlot. We kunnen eraan beginnen. We hebben boter nodig. Nee, dat is een klein beetje te veel. Dit zou ongeveer proberen. 33. Op. Ik gebruik altijd tarwebloem, omdat dat de enige bloem is die ik ken. Oh, ja, een beetje geknoeid al. 3. 0,2 gram bloem. 100 keer te veel. 150. 160 nogal. 1,6 gram suiker. Onze 1,6 gram suiker is toch minder dan ik gedacht had. Is 2 gram suiker. Die gaat bij onze bloem en onze boter. Er bestaan geen kippen die 0,7% zo groot zijn als een normale kip. Dus we gaan met een normaal ei moeten werken. 0,7% van dit ei bij ons deeg te doen. Voilà. 4.326 maal 0,7% is 5,6. Ik ben vergeten mee te tellen hoeveel dat. Ah, nu zat het aan 19. 23. Nu, ik doe er altijd een klein beetje meer zout bij, omdat het dan een klein beetje meer die extra smaak geeft aan onze taart. Dat is ongeveer 1%. Deze hoeveelheid iets minder dan de helft. Een minder luide mixer te kopen. Zo, laatste restje. Voilà, dus onze taart is klaar om gebakken te worden. De oven is al voorverwarmd, dus we gaan hem er gewoon insteken. En binnen een 22-tal seconden is hij al klaar. Die olifanten gaan niet gaan. Mijn ladder staat nog binnen. Nee. Dat is een goeie. Oh, we horen het belletje, dus ik geloof dat ons taartje ongeveer klaar zal zijn. Ah, oei, taartje. Oh. Ja, dit is het eindresultaat. Wauw, maar Jonas, ja. Schitterend. Ja, ik ben zelf eigenlijk ook best echt tevreden. Prachtig. Het is beter gelukt dan ik had gedacht. Dit is dan ons 0,7% normtaartje. Oei. Bedankt dat jullie gekeken Jonas, hebben. Jonas, en, ja. Het moest 0,42% zijn eigenlijk. Ja. In werkelijkheid is 0,42%. Ja. Oké, ja. Dit had ook op voorhand gebriefd kunnen worden, trouwens. Maar goed, ja. Dus wat wilde dat ik doen? Misschien moet je dat in twee snijden. In twee snijden? Weet je wat? Snijd het zelf in twee. 0,42% alstublieft. Dat is belachelijk weinig. Daar begin ik niet aan, sorry.